Hey, hallo iedereen en welkom hier bij Bax Music in onze Bax Music Studio. En zoals je kan zien gaan we alweer een nieuwe gitaar een beetje bekijken. En het is de Charvel. Het is een artist series van Marco Sfogli. En die man, moest je hem niet kennen, is een heel, heel veelzijdig artiest. En dat gaat echt van jazzy tot fusion tot heel zware metal. Je kent hem misschien onder andere van de soloband van James LeBrie van Dream Theater. Dus een heel getalenteerd en heel veelzijdig gitarist. En die is nu eigenlijk een artist bij Charvel. Charvel is een merk, ja, toch wel onder de Fender Group. En brengt echt wel zeer coole instrumenten op de markt. Ik ken het natuurlijk wel, maar ik heb er nog niet zo heel veel op gespeeld. Maar het zijn toch echt wel hele coole gitaren. Zeker voor mensen die op zoek zijn naar een heel veelzijdig instrument. Zoals dit eigenlijk eentje is. En voilà, dit is zoals je kan zien een beetje een ST-stijl, een Strat-stijl gitaar. Dus een heel veelzijdige gitaar. Heel metally ook. En dat komt eigenlijk allereerst door de EMG actieve pickups. Dus je hebt hier actieve pickups. Die worden eigenlijk gevoed hier door deze 9 volt batterij. Zoals dat typisch gaat. Moet je natuurlijk wel opletten dat die geladen is. Dus als je naar een optreden gaat, neem zeker een batterijtje mee. Want anders is het down. Dus je hebt hier een hele vette EMG humbucker in de bridge en dan 2 single coils. De traditionele 5-way switch en de humbucker kan je eigenlijk ook splitten door het volume hier push-pull te gaan doen. Dus zeg je echt van oké, nu wil ik echt in de bridge gaan spelen, maar je hoort het echt wel dat het vet is. Zeker omdat het actieve pickups zijn. Heb ik hier nu dezelfde stand via mijn Quad Cortex Neural DSP. En je hoort onmiddellijk dat het veel vetter is. Dat het echt die zogezegde amp veel meer gaat pushen. Dus dat het al onmiddellijk eigenlijk meer gain bevat. Maar je kan er eigenlijk ook vooral hier met deze 2 single coils. Of als je deze natuurlijk split. Kan je echt wel heel clean gaan ook. En je hebt hier natuurlijk ook een tone knob voor alles. Verder valt er natuurlijk op deze hele mooie body. Met een quilted maple top. Je ziet het heel mooi, de quilted maple hier doorkomen. Het is eigenlijk een soort van paars, maar eigenlijk ook een soort van paarse burst. En je ziet dat het hier heel donker paars en zo gaat het eigenlijk minder en minder. Dus heel mooi met de zwarte slagplaat. Hier zit natuurlijk nu nog een plasticje rond. Dan natuurlijk ook de zwarte pickups en voilà, hier ook de controls. En dan natuurlijk deze Floyd Rose, die alles, zeker als je echt hele coole metal en of andere stijlen, dat je echt wel heel, ja, heel goed gebruik kan maken van. Je kan echt super laag en super hoog. En natuurlijk het voordeel aan deze Floyd Rose is dat die heel mooi in tune blijft. Voilà. We gaan hier dan eigenlijk over naar de hals en die is in een baked maple. Ik weet niet of ik ooit al heb opgespeeld. Het zag mij een beetje roasted maple en ik zou eigenlijk ook niet weten wat het verschil is tussen roasted en baked. Nu kan me wel iets bij voorstellen, maar ik weet niet echt wat het verschil is qua gevoel of qua spelen. Het voelt eigenlijk gewoon zeer goed. Hè? Met een satin finish hier, een hele moderne C, niet te dun, zeker niet te dik. Je hebt hier van die dot marks en als ik me niet vergis zijn ze fluorescerend voor on stage. Dus heel makkelijk. We hebben hier een compound radius. Hè, voor wie het niet kent, hier staat de hals eigenlijk iets boller dan hier. Wordt die eigenlijk platter en het gaat van 12 tot 16 inch. Nu 12 is al vrij vlak hoor. De traditionele tele's of strats eigenlijk van vroeger zitten meestal rond de 9,5. Dus dat is een pak boller. In ieder geval, die compound radius komt vaak voor. En dat is eigenlijk om het je gewoon veel makkelijker te maken om hier makkelijk
akkoorden of riffs te kunnen spelen en hier nog makkelijker te kunnen soleren. Ik ben geen technische, snelle solo-mens, maar het wordt echt vlakker, zodanig dat je echt, als je bijvoorbeeld aan het tappen bent of heel snel aan het shredden of dergelijke, het eigenlijk veel makkelijker is. En voilà, we hebben hier dan de traditionele Charvel tuners en natuurlijk Charvel logo en dergelijke. Voilà, hier op de achterkant, eigenlijk ja, ergonomisch hier, hè, een hele mooie grip hier. Voor als je echt heel snel en heel veel wil soleren, ligt die eigenlijk perfect in de hand. Hier staat ook nog zijn signature op, dus het staat op de achterzijde, vind ik altijd goed bij een artist series, omdat als je het nu gewoon een hele mooie gitaar vindt en je kent de man niet echt of je bent niet echt fan van zijn muziek, maakt eigenlijk niet uit. Hier staat een handtekening op de achterzijde. Je hebt natuurlijk andere signature series waarbij het echt hier op de voorzijde staat en dan, ja, dan zal je toch eigenlijk de artiest toch al een beetje moeten kennen of zijn muziek toch in ieder geval graag spelen. Voilà, en nu ga ik heel even stemmen, want het zijn verse strings. Dus ik heb hier de lockings eigenlijk nog een beetje losgelaten. Moet je zeker in het begin doen, mijn Floyd Rose. Nieuwe strings opplaatsen en onmiddellijk lokken, want dat komt absoluut niet goed. Dan gaan we heel even naar de clean setting hier. In de nekpositie, alles op 10. Ik heb daar net met deze Charvel gespeeld, die eigenlijk geen actieve pickups heeft. En het verschil is echt immens. Veel voller geluid. Dit doet dus niks. Hè. Het is enkel voor de humbuckers te splitten. Je hoort het ook bij de gewone enkele clean setting. Positie 4, actieve pickup en die sustain blijft gewoon gaan. En dit is echt gewoon clean. Niks. Het is echt super cool. Kan je heel wat leuke dingen mee doen. Je hoort het bij een vrij clean amp. Hè? Hier de humbucker gesplit is eigenlijk gewoon. Eigenlijk al gewoon die push die amp zo hard. Dat die humbucker, die actieve humbucker, je eigenlijk gewoon al een soort van gain krijgt. Dan ben je eigenlijk nog niet begonnen aan een gain. Echte gain. We gaan nu heel even een mooi geluidje zoeken. En dat is deze PV-505. Gaan we heel even met de humbucker
vol en actief. Nu, voilà, ik ben natuurlijk geen echte shredder en zeer snelle speedman hier aan de hals. You get the idea, hè. Dit is eigenlijk om je een beetje een idee te geven hoe deze eruit ziet. Wat eigenlijk de pickups toch een beetje geven. Hè. Je weet onmogelijk wat jij speelt. Speel je met zo bijvoorbeeld een hele coole EVH 5150. Spelen met een amp in een bak. Spelen met een Marshall. Of maakt eigenlijk niet uit. Je krijgt echt met deze actieve pickups. Hè, krijg je echt wel een super sound. Sowieso heel vet. Deze humbucker die je kan splitten. Moest het nodig zijn. En natuurlijk deze twee ook actieve single coils. Die ja, toch wel die hele warme gloed kunnen geven. En vergeet ook niet. Ja, de meeste onder jullie spelen waarschijnlijk ook met het volume. Dat je ook nog een beetje cleaner kan maken. Met die actieve pickups is dat echt super cool om te doen. Je krijgt hier een hele coole. Goh, ik heb het nog niet heel veel gezien. Eigenlijk nog nooit een paarse burst met een quilted top. Zoals gezegd, hier de Floyd Rose, een baked maple hals met een compound radius. Geen locking tuners, gewone tuners. Je kan hier altijd aan de truss rod. De maple is zelfs met grafiet versterkt en achteraan natuurlijk alles ergonomisch voorzien. En hier het batterijtje. En dan heb je deze Chevrel ProMod SoCal Style 1 Marco Sfogli Signature gitaar. Check hem zeker even online. Stream wat nummers en dan hoor je wat deze gitarist eigenlijk allemaal kan. En het is echt heel, heel zot. Of eens op YouTube en dan zie je dat hij niet alleen metal speelt, maar eigenlijk ook nog heel andere, heel coole jazzy stuff en dergelijke. Voilà, deze gitaar kan je natuurlijk kopen of bestellen bij Bax Music. Hangt er een beetje vanaf of ze in voorraad is of niet. Maar wees er zeker van, mocht ze niet in voorraad zijn, dan leveren we deze natuurlijk aan de beste prijs en zo snel mogelijk bij je thuis. Voilà, wil je alle info over deze hele coole gitaar nog eens nalezen en alle specs tot in de inches en millimeters bekijken? Surf dan naar de link in de omschrijving en dan kom je op onze website Bax Shop. Voilà, en vond je dit een leuke video? Denk het wel. Vond je het geen leuke video? Comments kan je gerust plaatsen in de opmerkingen hieronder. En anders is een duim altijd zeer geapprecieerd. Voilà. Mijn naam was Tom. Bedankt om te kijken naar deze review. En tot heel binnenkort. Bye bye.